vrijdag 2 juli jongstleden werd de nieuwe fietstunnel geopend. De tunnel verbindt Middelum en Wijnaldum met elkaar. De schoolkinderen kunnen zo veilig en snel naar school fietsen. Het fietspad ligt in een prachtig landschap en past prima bij de wens voor recreatieve wandel- en fietspaden buiten de stad en dorpen in Friesland. Meer dan 60 kinderen van basisschool Middelstein fietsten met Harry Boon voorop met hun versierde fiets door de fietstunnel. Daarmee werd de tunnel officieel geopend. Dat leverde prachtige beelden op. Inderdaad, het is een heel bijzonder moment. Want onwaarschijnlijk, hè, een fietspadje en een tunneltje, al klaar zou je denken. Maar het is wel een discussie die eigenlijk al jarenlang liep. En dat begon natuurlijk bij de sluiting van de school in Wijnaldum. Direct werd gezegd, er moet een kortere verbinding komen tussen Wijnaldum en Middelum. En eigenlijk was het ook vrij snel geregeld, want de gemeenteraad die vond het ook. En ook het geld was eigenlijk vrij snel beschikbaar gesteld. De gemeenteraad zei van, we hebben er wel een tonnetje of zeven voor over. Maar toen kwam het eigenlijk pas. Dan kwamen geluiden, onder andere ook van mezelf, van is de brug die hier gedacht is over die Zuidwalweg. Er was namelijk een hele circulaire gedachte. Er komt een stalen brug vrij bij Marsum, bij de gelegenheid van de aanleg van de haken om Leeuwarden. Maar is dat nou wel de goede oplossing? Na heel lang weekenden wegen, ook in de gemeenteraad, is gezegd van nee, dat moeten we toch maar niet doen. Dan laten we maar kiezen voor een tunneltje. Ik denk, als je zo kijkt, mensen, dat je niet anders kunt zeggen wat een prachtige oplossing is hier bereikt. Maar ik wil nu heel graag horen van de kinderen of ze een beetje blij zijn met het fietspad. Meerdere kinderen vielen in de prijzen met hun versierde fiets. Voor iedere groep waren er 3 prijzen. Mooie cadeaubonnen van Top 1 Toys. Na afloop kregen alle kinderen een ijsje bij de aanwezige ijskokar. Weer een prachtig project in Harlingen is afgerond. De gemeente werkte samen met de provincie Friesland vanwege het kruisen van de provinciale weg. Het is niet zomaar een tunneltje, het is een prachtig bouwwerk geworden en biedt mogelijkheden voor nieuwe fietsommetjes in de omgeving van Harlingen.